Vandaag gaan we weer op zoek naar een gezin of iemand die aan het ontbijten is. En of dat ontbijt wel goed genoeg is voor ons. In deze straat moet toch wel iemand al wakker of thuis zijn. Maar ja, op dit moment is het nog erg vroeg. En natuurlijk, Nienke is vandaag weer van de partij om alles nog beter van commentaar te voorzien. Hier is iemand thuis. Oh, ze komen. Spannend. Hallo. Goedemorgen. Hi, Adinda. We zijn bezig met de ontbijtinspectie en volgens mij waren jullie aan het ontbijten. Ja, dat klopt. Mogen we even kijken wat jullie allemaal op de ontbijttafel hebben staan? Ja. Oké, kom naar binnen. Nou, ik zei er wel ontbijttafel, maar volgens mij liepen we er net langs. Ja. Jullie ontbijten altijd gewoon lekker hier? Ja, meestal wel, ja. Wij willen zo graag iedereen weer gewoon even rustig een moment aan tafel hebben. Want als je op de bank zit, dan zit je maag helemaal in de knoop. Of je ligt zo te eten en dan slobbert het allemaal. Rechtop zitten, dan heeft je maag-darmkanaal de beste houding om goed je maag te vullen. Is dit ook een goed ontbijt? Want ik zie een bruine boterham met... kaas. Met kaas. En ik zie cereals met melk. Op zich, ik ben helemaal blij met het feit dat je ontbijt. Helemaal goed. Maar magere melk en je hebt dan iets zoets bij je ontbijt dat niet een hele grote zware maaltijd in je maag vormt, dan is het zo licht, dan waait het door je maag heen. Misschien kunnen we dit ontbijt ook een beetje oppimpen. Mogen we ook eventjes in jullie koelkast kijken? Nou. Ja, vooruit. Ja, nou. Wow, een supervolle koelkast. Het eerste wat mij opvalt, dat is dat de pizza bijna de ijskast uitspringt. En de andere is de magere yoghurt. En wat dacht je natuurlijk van al die sausjes? Oh. De fruitlade. Yes. Ik zie in die andere ook nog iets heel leuks. Bloem, komkommer en de snoep. Misschien is het leuk als wij nu even een ontbijt maken met de spullen uit deze koelkast. Waar je wel trots op bent. Het ziet er super lekker uit, dus we kunnen aan tafel. Dit is dus bijna het ideale dit is ontbijt. Weer een feestje. Ik zie hier crackers. Is dan een volkoren cracker gelijk aan een bruine boterham? Op geen stukken. Nou, bovendien is dit extra light, dus light is te licht. Light vult niet. Ik heb nog wel eens gehoord dat je minimaal 20 keer moet kauwen. Zal ik je sterker vertellen? 30 keer, dat is erg. Gaan jullie nou eens proberen 30 keer te kauwen, dan durf ik te wedden dat je het al bij 15 keer kauwen helemaal je hap kwijt bent. Heb je toch wat? Mond open. 29. 30. Oké, je moet wel overal over nadenken bij ontbijten. Dus 2 uur van tevoren eten voordat je gaat sporten. Je moet 30 keer kauwen. Laatste vraag voordat we gaan eten. Eten en drinken tegelijkertijd. Daar was mijn oma nooit zo blij mee. Nee, want daar waar eten zit, slecht etende kinderen. Die moeten niet eerst hun maag vullen met allerlei melk en thee. Want dan kan er geen eten meer bij. Maar bovendien, heel gretig etende kinderen, die overstrekken hun maag ermee. En dan zegt die maag, die geeft het signaaltje, sukkel, weer te veel gegeten. Dus gewoon bewust eten. Dus bij deze smakelijk eten. En hoeveel keer kauwen? 30 keer. 30 keer kauwen. Smakelijk. Mm-hmm.